Dit is een doodnormale straat in Rotterdam en dit is het huis van Patrick Barkey. Maar in dit huis is het niet in orde. 4 maanden geleden heb ik best wel een dure breedbeeldtelevisie gekocht. Ja. En er blijkt dus een verkleuring in te zitten. En waar zitten die vlekken dan? Je kan het beter zien op het videokanaal. Ja, verrek, nu zie je het. Kijk. Dus, irritant is dat? Ja, na een aantal weken hebben ze dus een nieuwe televisie gebracht. Nou, dat is toch prima? Ja, maar die had hetzelfde probleem. Die had hetzelfde probleem? Ja. En daarna? En daarna zijn ze nog een stuk of 5 keer geweest. Met allemaal steeds nieuwe televisies? Ja. Dus 5 nieuwe televisies heb je al versleten? Ik denk in totaal 7 nu. Oké. Ik ben zeer benieuwd. Uh-huh. Die heeft het ook. Dus pak hem maar weer in. Oké. Dit is ook, ja. Ook zie je wel. Kijk, ja. Je bent een beetje geel op beeld. Is ook niet goed. Oké, daar gaat hij. Het blijft toch een raar verhaal, hoor. Zullen we niet proberen om de televisie op een andere plek te proberen? Jouw televisie? Dat is goed. Nou, we zijn even ergens anders gaan zitten. Maar hier doet hij het gewoon. Heb het? Ja, daar zitten we weer. Ja. Hetzelfde probleem. Inderdaad. Ik denk toch dat dat iets met het huis te maken heeft. Ja, het zou kunnen. Ja, nou, ik kan niet anders concluderen nu. Maar ja, dan moeten we wel achterkomen wat het dan is. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw, aan de deur wordt niet gekocht. Ik kom hier omdat er wat opgemeten moet worden. En ik heb zelf een tegenroute. Opmeten is allemaal goed. Goed binnen. Wat ik heb geconstateerd is dat er dus hier al een brede baan door de kamer loopt. Ik herhaal het nog een keer. Een brede baan? Een brede waterloop. Er zit water onder de grond? Er zit water onder de grond. En daar heeft Patrick last van met de televisie? Dat kan, want kijk, als je nu kijkt waar de televisie staat, staat hij precies boven op de aardstraal. En als u nou voor de televisie En ik ga nu naar de televisie toe, dan zie je dat die waterloop aan deze kant doorloopt. In dit huis en ook buiten lopen oude waterlopen. Ja, ja, ja. Dus we hebben hier ook met het fenomeen aardstralen te maken. Aardstralen? Oude waterlopen. Goedemiddag. Hallo? Oh nee, sorry, mijn scharen zijn al geslepen, mevrouw. Sorry. Ik kom alleen maar even meten. Oh, kom eens meten. Oh, kom dan binnen, graag. Ja, heel fijn. 400 megahertz. Nu ga ik het magnetisch wisselveld gaan meten. Oh, daar heb je Flipper. Doe de Flipper. 500. Dat is ontzettend veel. 500 is dat veel? Bouwbiologisch is 30 nanotesla de norm. Ja. En alles wat hoger is, mag er eigenlijk niet zijn. En wie meet net 500 tesla? En ik meet 500 nanotesla. En ik voel me gelijk al niet goed. Nou, je dat hoort, wordt het een beetje moeilijk voor je, ja. Nou, ik weet het allemaal niet meer hoor, Pet. Moet je dan kijken, het blijft gewoon vlekkig. Ja. En het is wel leuk dat we weten dat er misschien een straling hier zit en een pendelaar en een wiggelroester. Ik weet het hele verschil niet meer. Met die vlekken zitten er nog steeds in. Ik denk dat het tijd is om met de producent van de televisies te gaan praten. Ja, goed idee. Hé? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben al parkeerd, heren. Sorry. Nou, wij komen voor de problemen met de televisie. Oh, kom dan maar binnen. Kom dan maar binnen. Ga. Goed. Wees welkom. Dankjewel. Wees welkom. Sjaak, heb je dat wel eens gezien? Nou, dit is een hele bijzondere klacht. En ja, om achter de oorzaak te komen, zullen we toch een meting moeten doen. Kijk. Zo, dat zit erop. Heren, heel fijn dat u er was, bedankt. Ja, tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Nee, jij wil ik nog even hebben. Ja. Ja. Wat is nu eigenlijk de conclusie? Waar ben u op uitgekomen? Want ik wil toch heel graag weten wat hier nu precies aan de hand is. Nou, de conclusie is dat uit de meting is gebleken dat het beslist niet aan de televisie ligt. Nee, dat wist ik al. We hebben alle televisies geprobeerd. Ja, en dat het dus ook heel vervelend is voor Patrick dat hij in deze situatie zit, waarin een bijzondere vorm van magnetische velden aanwezig zijn. Aha. Dus als fabrikant zijn wij daar niet voor verantwoordelijk. Ja, en dat kan je niet maken, dit. Dat vind ik toch op zijn minst is nog iets. Kan hij nog iets doen? Nou, we vinden het vanzelfsprekend heel vervelend voor Patrick, dus wij willen graag een oplossing daarvoor aanbieden. Ja. En Patrick voor deze ene keer, als uitzondering zeg maar, het geld terug aanbieden. Ja, dat is te gek. Ja? Ja. Okay. Ben je daar blij mee, Patrick? Ja, ben ik blij mee. Oké. Okay. Dat is heel blij mee zo. Patrick. Nou, hartstikke fijn. Goed zo. Dankjewel, Sjaak, tot ziens. Graag gedaan. Wij gaan even naar veel succes. Ja, ja. Dag. Zo.
Ach ja, zei de koningin, wat maakt het uit? Er zit gewoon bij haar een schroefje los. En ze leefde nog lang en gelukkig. Tot de volgende zaak, Sjaak. De mooi. Maar Sjaak, een magnetisch veld? Ja, een magnetisch veld, dat is echt waar. En breedbeeldtelevisies zijn erg gevoelig voor magnetische velden. En Patrick zet nu gewoon zijn oude tv'tje binnen. Die hebt er nu dus geen last meer van. Nee, maar de andere mensen in de straat dan? Nou, kennelijk zit Patrick echt in een unieke situatie. Want ik heb wat rondgevraagd in de buurt, maar dat leverde verder geen klachten op. En ik heb ook nog gebeld met de gemeente en met het energiebedrijf. Maar die kunnen het ook niet verklaren. Kortom, dit is echt heel bijzonder allemaal. Dat is heel vreemd. Maar die twee dames, die hadden dus gelijk. Ja, je zou het niet zeggen, maar ze hadden wel gelijk, zeker wat betreft die straling. En nu is alleen het punt dat dit toestel kostte 2000 euro... en dan moet het natuurlijk wel goed werken, het televisietoestel. Dus in Patrick's huis blijkt het onmogelijk. Daarom is hij blij dat hij nu zijn geld heeft teruggekregen van de leverancier. Want de fabrikant of leverancier is in dit geval dat namelijk niet verplicht. Oké, duidelijk.